15 augustus, dat is volgende week, zaterdag, bestaat de Almeloze Wielenvereniging de Zwaluwe exact 85 jaar. En in 1984 zijn wij hier begonnen met deze wielenbaan. En die is helemaal gereconstrueerd. En ook het clubhuis is flink aangepakt. De kleedkamers, toiletten enzovoort. We zijn nog niet helemaal klaar. Maar voor het oog is alles al bijna zichtbaar dat we echt een grote verandering hebben. De Zwaluwe heeft, laten we het maar afronden, ongeveer 300 leden. Waarvan ook een heel groot, substantieel deel jeugdleden. Want die de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat is in al die jaren al bij de Zwaluwe geweest. Hele jeugdige rennetjes die toen helemaal niet bekend waren, zijn later groter geworden in de wielersport. Noem een paar voorbeelden. Oh, Bert Boom, maar dat is heel lang geleden. Ja. Stamsnijder, Jos Lammertink, ik noem er zomaar even drie. Gerben Leuwik is ook onze shirtsponsor. Die 85 jaar. En dat we hier de heropening hebben van deze baan. En dat heb je het niet alleen over datgene wat we dus op de straat zien. Want dat is voor de renners onder ons. Maar ook het mountainbike parcours is aangepast. Maar ook de belendende percelen. Dus als je ook ziet hè, hiernaast, naast de baan, dat is allemaal opgeruimd. Ik vind het mooi, maar het heeft ook natuurlijk een bepaalde zorg. Het is een retentiebekken, maar dat is van het waterschap. Mm. Het waterschap heeft nog een verrassing voor alle mensen die er zaterdag zijn. Mm. Ik zeg nog niet wat, maar dat is een verrassing. Ja, dat is geen verrassing meer. En ik heb nog een verrassing en dat is gisteren gelukt. We hebben een dweilorkest van de studenten uit Enschede. Die gaan hier een beetje muziek maken. En de wethouder, Jan van Malen, mag het openen. En ik heb gezegd, je neemt de fiets maar mee. En de openingshandeling, hoe wil je het nou beter doen op een wielerbaan dan een stukje te laten fietsen. En daar bij de meet over de streep te gaan. En op dat moment is de wielerbaan heropend. Ja. Maar ik wil er wel even zeggen, het is natuurlijk allemaal niet zo heel erg makkelijk meer in deze gemeente. Je hebt ook natuurlijk grote schulden enzovoort. Mm-hmm. En ik vind het toch knap dat de gemeente haar woord heeft gehouden. Jaren geleden zou dit wielencomplex weggaan naar de flexlocatie. Dat had ook te maken met een van de andere veranderingen bij het stadion van Heracles. Daar hebben ze toch een bedrag gereserveerd, omdat we allemaal natuurlijk terughoudend waren in ons onderhoud van de een en ander. En dat heb je ook, kon je ook zien, de baan en het clubhuis en dergelijke. En we hebben dus een financiële ondersteuning gehad voor het clubhuis. En ze hebben zelf uitbesteed, weliswaar aan onderaannemers, maar ze hebben de hele baan flink aangepakt.